Wat leeft er in Papendrecht? Zakelijk, politiek en op straat. Wij houden je op de hoogte. Papendrecht Actueel. Goedemiddag. Welkom bij Inloop de Speel op de Burendag. We hebben vanmorgen al hard gewerkt in de tuin. De tuin die was van de week, zoals jullie gezien hebben, was die best wel leeg. En er staan nu al allemaal mooie dingetjes in. Die hebben we vanmorgen ook nog gehaald. En ze waren druk aan het werk om de tuin helemaal mooi te maken. En ook hebben we een gezellige high tea. Voor de buren, voor onze vaste bezoekers. Iedereen is vandaag welkom. Als we eten willen pakken, ja, doe maar. Dus moet ik een krulletje er doorheen zetten. Zo'n vierkantje moet je uitknippen. En dan heb je zo'n piepschuin bol. En dan druk je de lapjes er één voor één. Ja, en één voor één erin. Ja. Ja. Pak maar gewoon wat je wil, joh. En die maand daarna gaan we met boomschors aan de gang. Best grappig. Die heb ik in mijn eigen park van de bomen. Ja, niet van de bomen afgehaald, maar het lag daar. Inloop de Speel is een laagdrempelige ontmoetingsplek voor eigenlijk iedereen, voor jong en oud. We maken gezellig een praatje hier onder het genot van een bakje koffie of thee. En tussen de middag is er een eetcafé. Tussen 12 en 1 kun je lekker genieten van een heerlijke lunch. En ook worden er allerlei activiteiten gedaan, zoals sjoelen, er is een crea-middag, we tuinieren met elkaar. En we doen allerlei spelletjes voor de mensen die dat leuk vinden. Ik voel me hier erg op mijn gemak. Er is een luisterend oor. Je kan met mede lotgenoten over gevoelige onderwerpen praten. Zonder dat je het idee hebt dat het vertrouwen geschaad wordt. En de allereerste keer dat het werd geopend toen, het was hartstikke gezellig. En het was leuk om daar weer naartoe terug te gaan. Het is een leuke sfeer hier. Leuke mensen die de boel een beetje opvrolijken. Je kan een broodje eten, je kan een kop koffie drinken. Je kan gaan en komen wanneer je wil. Ja, ik heb een kunstknie en een kunsthuid en een kunstkop. Maar het is hartstikke gezellig altijd hier geweest. En de leiding is fantastisch geweest altijd. De leiding die nu ook is, Miranda, daar hebben we heel veel geluk aan gehad dat die gekomen is. Dat zij alles regelt. En dat is heel gezellig. Ook kapelletjes.